Dus ik heb het gehad over gelijkmoedigheid een tijdje terug. En één ding wat ik daar nog niet in heb besproken, is dat gelijkmoedigheid ook een, je zou kunnen zeggen, een tegenhanger heeft. En dat is misschien wel goed om even naar te kijken. Want anders kan het misschien tot misverstanden leiden. Okay. Kunnen jullie dit zien? Ja. Oké. Okay. Ik ga even hier doorheen, want dit hebben we dus allemaal besproken. Oeps. Dit is wat ik even wil naar kijken. Okay. Dus dit komt van meditatiehandleiding, die klassieker is in onze traditie, van Theravada-boeddhisme. Dat is het, het boeddhisme van Zuid- en Zuidoost-Azië. En ja, hier zie je dus een belangrijk verschil. Dus in de oude teksten spreken ze erover dat dat goede kwaliteiten vaak een vergelijkbare, je zou kunnen zeggen, een echte tegenovergestelde, echte tegenhanger, en dan een valse vriend, zou je kunnen zeggen. En iemand die erop lijkt, maar het niet is. je zou kunnen zeggen een soort van dubbelganger, maar niet een echte, zeg maar. Een soort van kloon. dit noemen ze gelijkmoedigheid. In de teksten noemen ze het gelijkmoedigheid gebaseerd op wijsheid en gelijkmoedigheid gebaseerd op onwetendheid. Dat klinkt een beetje theoretisch. Dus ik heb het hier genoteerd als gelijkmoedigheid versus onverschilligheid. Gelijkmoedigheid is dat we in meditatie leren onze gedachten te komen en laten gaan zonder voor- of afkeur. In het dagelijks leven, als we dus niet aan het mediteren zijn, uit dat zich als een houding van onpartijdigheid en ook ver zijn naar anderen, zonder voor- of afkeur beslissingen nemen, of in ieder geval met weinig voor- of afkeur. In de meditatie uit het zich als een soort van gelijke, stabiele aandacht, zonder dat we achter onze gedachten aanlopen of ze wegsturen met afkeur. Dus gelijkmoedigheid is eigenlijk iets waar we wel enigszins vertrouwd zijn, maar we kunnen het natuurlijk wel verkeerd begrijpen. Dit is wel iets wat een serieus probleem kan zijn als we dat verkeerd begrijpen. Gelijkmoedigheid, hier zijn drie verschillen met onverschilligheid. Verschillen met onverschilligheid, ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld. Eerste, gelijkmoedigheid is het leren aandachtig loslaten. Er is altijd een aandacht. Dat wil niet zeggen dat we direct onze gedachten bijvoorbeeld actief wegsturen, maar we zijn wel aandachtig aanwezig. Soms dan kan het zijn dat negatieve gedachten vanzelf weer verdwijnen, maar toen ze verdwijnen of wanneer ze verdwijnen, dan hebben we wel een bewustzijn. Terwijl onverschilligheid is het onaandachtig negeren. Dat is ook in de praktijk van ons dagelijks leven wel te merken. Als je bijvoorbeeld een ander aspect van gelijkmoedigheid, wat wel echte gelijkmoedigheid is, is dat je als je iemand niet kan helpen, dat je dat dan ook kunt loslaten. Als je iemand echt niet kan helpen. Bijvoorbeeld, je weet iemand is in je omgeving, is alcoholverslaafd. Dat komt in Nederland best wel veel voor. Of een probleemdrinker. Dat zijn niet helemaal dezelfde categorieën, maar wel vergelijkbaar. Je weet, je hebt alles gedaan om die persoon te helpen, maar je kunt gewoon niet meer doen. Je hebt alles al geprobeerd. En nu moet die persoon zichzelf helpen. Dan is er een kwestie van gelijkmoedigheid. Dan heb je het gevoel van, ik laat nu die persoon zijn zoals die is, want ik heb gedaan wat ik kon doen. Dat is het aandachtig loslaten. Terwijl het onaandachtig negeren is van, ja, dat is jouw probleem, moet je zelf maar oplossen. Dat is een verschil. Dus dat is het verschil tussen gelijkmoedigheid enerzijds en onverschilligheid anderzijds.
Gelijkmoedigheid komt van wijsheid en onverschilligheid komt van onwetendheid. Gelijkmoedigheid komt van wijsheid in de zin dat we beseffen dat we niet altijd iedereen overal kunnen helpen en dat het soms beter is. Sommige dingen moeten we leren loslaten. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat we gelijkmoedigheid hebben naar bepaalde dingen in ons leven. Bijvoorbeeld, we weten dat we op een dag ouder worden en doodgaan. Dat weten we. Daar zijn we gelijkmoedig over, omdat we weten dat we daar toch niks aan kunnen doen. Het is een soort van gezonde gelatenheid, zeg ik wel eens. Ja. Komt van wijsheid in die zin dat we weten, dat is de aard van het leven. He, maar we gaan ons niet daar verdrietig over maken. Dat is gewoon hoe het leven in elkaar zit. Onwetendheid aan de andere kant is dat je helemaal niks wil weten over ouderdom en dood, want dat is heel eng. Of dat je, ja, zoals in het Engels zeggen we, onwetendheid is ignorance. Hè? En ignorance is dus het negeren van dingen. Dus dat gaat wel vaak samen. Gelijkmoedigheid gaat samen met liefde. We kunnen gelijkmoedig tegen iemand zeggen. Als je daar een voorbeeld van wilt zien, dan moet je nog een keertje terugkijken naar die aflevering van Iedereen Verlicht. Dan zie je het voorbeeld van mijn moeder, die dus mij leert een beetje los te laten in mijn rol als monnik. En dat ze dat wel ziet als een liefdevolle daad. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld. En het is niet alleen dat ze dat zegt voor het portret op de televisie, maar dat heeft ze ook echt zo ervaren en gedaan. Maar we hebben nog wel regelmatig contact. Alleen ze ziet dat er bepaalde dingen in mijn leven zijn die zij niet onder controle heeft. En ze heeft zich daarbij neergelegd en ze ziet er ook iets moois in. Dat is wat ik bedoel met gelijkmoedigheid gaat samen met liefde. Aan de andere kant, onverschilligheid gaat niet samen met liefde. En daar hoef je, ja, dat zullen sommige mensen misschien wel ervaren hebben in een relatie. Als je onverschillig wordt voor elkaar, dan is het heel moeilijk om nog liefdevol te zijn. Dus als je met iemand samenwoont en je weet dat je soms eventjes iemand moet laten, omdat die eventjes moet afkoelen of dat die soms even zijn eigen probleem moet oplossen, dat is oké, dat is gelijkmoedigheid, omdat er nog liefde en aandacht is. Maar als je zegt, ik wil niks meer met jou te maken hebben, je snijdt iemand eigenlijk uit je leven, je haalt iemand uit je leven, dat is onverschilligheid. Dat is een klein verschil. Dat wilde ik eventjes kort aanduiden met betrekking tot het onderwerp van gelijkmoedigheid, zowel in de meditatie als buiten de meditatie. Dat was heel duidelijk. Ja, heel mooi.